Welkom dames en heren bij deze uh, video over Bitcoin. Inmiddels alweer een aantal weken geleden dat ik uh, een update heb gedaan uh, op het kanaal. Nou, reden daarvan is eigenlijk uh, ontzettend druk geweest. Ook um, uitbouwen van het leerprogramma uh, VIP. En um, binnenkort ook een strategy fund. En dat gaat allemaal per, um, per 1 oktober. Gaat het lopen? Dus uh, ja, we zijn druk bezig om dat allemaal in kannen en kruiken uh, uh, ja, te, te, te laten stoppen en zorgen dat dat allemaal in kannen en kruiken is. Voordat we gaan beginnen. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Ja, ontzettend. Uh, of in ieder geval ontzettend. Uh, we zijn natuurlijk een flink stuk gedumpt. Ook uh, als we kijken naar, naar gisteren. Een uh, aantal honderden dollars uh, momenteel op uh, 10.450 is ongeveer en um, ja de vraag is wat um, zou er nu kunnen gaan gebeuren en wat voor targets zou je nu naar kunnen gaan kijken um, short dan wel middellange termijn hè. daar um, kijk ik eigenlijk uh, naar nou, we hebben de top natuurlijk hier gehad die zal ik ook even intoetsen en dat is deze lijn dit is eigenlijk de de top en um, ja, rond die 12.500. Nou, daar zijn we al lang niet meer in de buurt. En de vraag is nu, ja, waar kunnen we dan naartoe gaan? We zien dat deze, dit gebied, nou ja, dat is nog niet teruggetest. Ja, de vraag is, gaat dat, of in ieder geval de onderste regio hiervan, dat is nog niet getest. De vraag is uiteraard of dat nog gaat gebeuren. En of dat we daar niet... Uh, um, dwars doorheen gaan. Nou, we zien Bitcoin um, nu uh, van afgelopen week langzaam omhoog gekropen en uh, gisteren weer een, een, uh, een dump gemaakt. En vandaag blijven we hangen. De prijs blijft een beetje hangen. Um, op zich is dat niet zo gek, hè. Want um, ja, dit, dat zou betekenen dat we alleen maar dan gaan dalen. Nou, dat is volgens ons nog niet het geval. Um, maar, ja, dit kan wel... Um, erger gaan worden. Um, dollar is natuurlijk ook sterk of sorry, Bitcoin is sterk gelinkt aan de dollar. Als de dollar stijgt, dan zien we vaak dat Bitcoin daalt. Nou, dat is momenteel, of niet de afgelopen dagen is, dat natuurlijk gebeurd. Uh, daarnaast heeft de Bitcoin dominance ook uh, is die uit de de, um, de channel gebroken aan de bovenkant. Nou, dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel altcoins Gaan uh, uh, bloeden als Bitcoin gereject wordt op een bepaald level, dan uh, um, ja, zullen altcoins, in ieder geval de sterkere coins, weer ruimte krijgen om in ieder geval een pump te maken, want die hebben natuurlijk vooralsnog uh, behoorlijk wat ingeleverd. En aan de andere kant kan je natuurlijk nadenken: ja, prima. Um, ik zat nog steeds langs de zijlijn, dan zijn dit soort momenten uh, er om uh, zakken als ze kopen. We kunnen zeker nog een stuk dalen, maar ik denk als je kijkt in bijvoorbeeld naar, naar Link USDT. Die van 20 dollar momenteel rond de 8,5 dollar staat. Ja, dan uh, zijn dit natuurlijk wel prijzen waarvoor je dat soort coins um, kan kopen. En ik denk dat, dat als je een dollar cost average toe zou passen. Uh, en dan niet helemaal traditioneel, maar als jij gelaagd in zou kopen. Ja, dan, dan ben je in, wat mij betreft, uh, um, doe je dan goede zaken uh, voor de langere termijn. Uh, zo, zo kijk ik er persoonlijk naar. Nogmaals, ik geef je geen financieel advies. Ik geef je puur uh, mijn interpretatie van de markten. Maar goed, genoeg gepraat over de rest. Laten we eens kijken waar Bitcoin eventueel naartoe zou kunnen gaan. Want we hebben hier natuurlijk uh, een eventuele beervlek gemaakt. En nu zijn we naar beneden aan het uh, uh, breken. Maar we houden vooralsnog. Um, nou ja, wat kan je, zou je kunnen zien? Um, we hebben hier natuurlijk deze range. Um, daar uh, ja, hebben we hierop gebounced. Die kan ik even laten zien. Even kijken. En daar ben hier op gebounced. en we hebben eigenlijk de range hier aan de bovenkant hebben we verlaten. Die hebben we hier eigenlijk um, verlaten. En um, ja, dit dit had natuurlijk een, een short optie kunnen zijn, niet gedaan. Um, en ja, dan zou het soms kunnen zijn dat je hier wellicht een, een bounce zou kunnen krijgen. Al heb je die hier op dit gedeelte al veel gehad, dus ik verwacht dat als we weer verder hier naartoe gaan, dat we hier uiteindelijk uh, doorheen gaan breken. Wat voor levels zou ik dan persoonlijk kijken? Uh, dat, dat kan dit zijn. Dat kan dit zijn. Uh, maar dit lijkt mij wellicht. Uh, op zich ook logisch. Hè, dat je net hieronder liquiditeit pakt of nog een stukje verder zakken. Maar dat zou, zou ook kunnen hè, richting 8700. Um, nou, waarom denk ik dat? Dat dat wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Um, vooralsnog, als we een grote plaatje kijken. En um, ik van de onderkant naar de bovenkant. Hè, dus, dus op dit gedeelte. Uh, even kijken. Dan zien we dat we hier ergens uh, wellicht een moment zien om uh, uh, spot eventueel of, of een long, of in ieder geval een bounce te krijgen voor Bitcoin. Dat zou betekenen dat we nog echt een stuk verder gaan zakken. Dat zou betekenen dat we hier ergens naartoe gaan, gaan en dan wellicht uh, dat, dat gaan doen. Hè? Dat, dat lijkt mij um, ja, goed mogelijk. Um, en dus, dus deze haal ik even weg. Nou, we zien hier uit de range, of in ieder geval naar die range toe eigenlijk geen acceptatie in die range. En we breken hier naar de onderkant uit. Het kan zomaar zijn dat je dit nog gaat doen. Hier en dan verder naar beneden. Dat, dat lijkt me niet gek als dat gebeurt. Maar we hebben ook nog een eventuele ABCD. En dan kijk ik dus hierop. Uh, afwijzen rond die 618 en dan heb je dus ook uh, deze afwijzing hier, dus je zoekt naar samenvloeiing en dan zou je dus uiteindelijk hier terechtkomen. Want de uh, reden is als ik deze, uh, dus, dus ik begin hier en ik trek hem eigenlijk uh, naar de onderkant toe, dan zien we dat hij net niet op de 618 is afgewezen. Dus waarschijnlijk gefrontrunned is. Uh, en dan zou die dus aan de onderkant. Dus, dus, dus dit zou je short moeten zijn. Uh, en dan zou de D eigenlijk je target kunnen zijn. En dat is een 618, eigenlijk vanaf dit hoogste punt. Uh, dus dat is eigenlijk dus dit punt. Dan ga ik ietsje inzoomen. En dan ga ik deze weghalen, want dan wordt het iets duidelijker. En ook die C haal ik even weg. Uh, dus dat is exact. Uh, dit is dan toevallig op de daily, dus kan je het iets lastiger zien. Uh, maar ga ik hier naar de one hour, dan is dat een stuk makkelijker te zien. Uh, even zien. Mm -mm -mm. Zo, en dan ga ik die even verwijderen. Dus, dus dit is je onderkant. En uh, dan hebben we hier dus net die boven de bovenkant. En dan zet ik die 618 even aan, dus even zien. Maar die maak ik even groen. Nou, dus als ik hem verder weg zet op de 4 uur, zou je dus zien dat die 618, deze, um, en dat is ook het target van die ABCD. En dus we beginnen hier, hier, hier en hier. Nou, je ziet dat daar dus ook nog eens uh, 8962 is dit dan. Dus rond die 9000 dollar um, is wellicht een plausibel. Uh, target voor, voor, voor Bitcoin. Uh, nou, dan heb je dus ook nog eens deze net iets daarboven. Uh, daar kan die net iets doorheen prikken om dan vervolgens omhoog te gaan. Um, uiteraard altijd wachten op, een, uh, ja, op, op in ieder geval wat, uh, wat, wat reactie. Je uh, wil een marktstructuurverandering zien. Dat hoeft niet op de 4 uur, want dat duurt lang. Maar dat kan zeker op de 15 minuten zijn, dan duurt het nog wel een paar uur. Maar dan heb je wel wat meer zekerheid. Ja, dus je ziet in, 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 in dit gedeelte, eh, uh, waar we het over hebben, zit, een, uh, zit, zit genoeg uh, samenvloeiing wat eventueel een bounce op zou kunnen leveren. Ja, Dit zou ook nog kunnen, eh, dus, dus dat we dit gedeelte opzoeken, maar... Ja, dat is nu nog te ver weg. Um, mijn verwachtingen zou zijn dat we hier in, deze, in dit gebied uh, een, 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 in ieder geval een, een opleving gaan, gaan krijgen. En dan we, wellicht dit doen. Maar zover um, is het nog zeker niet. Um, dus het is ook een beetje te volbarig om dat te zeggen. Ik weet niet wat een parallel channel uh, daarin zou doen. Als ik deze nu naar boven schuif, dan zou ik dat wel redelijk moeten zien. Nou, dat zou dus betekenen dat als we nu gaan dumpen, dat we ergens aan de onderkant channel ook dus dit ergens uh, zien. Uh, dus, dus als dit hier ergens gebeurt, dan is die onderkant channel dus ook nog eens dit. En dan zou de bovenkant dus uiteindelijk uh, ja, weer dit gedeelte zijn. Uh, ik zeg niet dat, dat, dat dit op deze manier gaat gebeuren, maar ik, ik kijk aan... Of, of, of ik kijk natuurlijk hoe plausibel acties kunnen zijn. Maar dit lijkt mij uh, op zich een prima uh, tradeplan om daar eens naar te kijken. Ja, dus dit zie ik voor, voor Bitcoin eventueel gebeuren. Dat we daar naartoe gaan, uh, gaan zakken. We zijn inmiddels eigenlijk al die 10.500 verloren die je eigenlijk dat willen houden. Uh, dat is nu ook resistance. Als we daar boven komen ja, dan zouden we wellicht nog een leg up uh, kunnen maken. En dan is die ABCD eigenlijk uh, invalid. He, dus je wil eigenlijk nu richting, uh, richting dit target toe. En um, ja, voor het nog liggen we op koers, maar het is even afwachten. Dat kan een aantal dagen duren. Misschien gebeurt dat helemaal niet. Maar dat is uiteraard de kansberekening die, die je toepast. Nou, dus, dit denk ik voor BTC: dat we zoiets uh, een beweging uh, gaan krijgen. En we zien ook dat corona-cijfers uh, um, ja, toenemen. Um, ja. Paniek een beetje op de beurzen uiteraard. Snap ik, snap ik ook wel. De dollar die natuurlijk nu stijgt. En bitcoin die, uh, ja, die heeft daar nu last van. Uh, dus stijgt de, uh, st sorry, stijgt de dollar nog verder omhoog. Of wacht dat bitcoin verder dropt. En dan zie ik dit soort targets um, ja, wellicht, wellicht in beeld komen. Uh, kan ook nog zijn dat we hier naartoe gaan. Uh, die, die, die gap dichten en dat dat het was. Uh, maar als dit een channel is... Dan zou je hier uh, long moeten gaan, uh, onderkant channel, en dan verder uh, misschien hier naartoe. En dan wachten of op een uitbraak of, um, of niet. Dat is afwachten. Ja, dus, dit is hetgene wat ik met jullie vandaag wilde delen. Uh, vind je dit soort video's nou interessant? Druk dan even een blauwe duimpje omhoog. Check onze Telegram, die staat uh, in de beschrijving van de video. Um, en uh, vergeet niet te abonneren op dit kanaal als je dit interessant vindt. Nogmaals, ik dank je wel voor het kijken. En ik zie je graag terug bij de volgende video. Tot ziens.